Hoi allemaal, wat leuk dat jullie... Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie en dat is van Lovies. Dus laten we maar beginnen, want ik ben super blij met alle spullen die ik heb gekregen. Het duurde even, want ik was echt helemaal weer vergeten wat ik allemaal had gekregen. Dat is echt bizar. Omdat het was in een paar delen gaan, want sommige dingen paste ik niet. En toen dacht ik, ik wil er niet nu al een shoplog opnemen. En dan zo van, oh ja, deze dingen ook. Laten we beginnen, want het zijn best wel veel leuke spullen. Ten eerste heb ik deze choker gekregen. En deze vind ik heel fijn, want ik had er eentje met een pareltje eraan. Die zien jullie ook in mijn zomervlogs. Alleen die draaide, ging niet zo draaien. Omdat die kan niet super strak. Deze kan wel super strak. Pas op met dat je hem niet te strak doet, want dan zit hij niet lekker. Maar deze vind ik super fijn. Hij is wat dikker. Dat kan je hier ook wel zien. En ik vind hem super mooi. En hij past bij dit shirtje. Goed bruggetje. Want ik heb dit leuke topje gekregen van Lovies. Het is een crop top. En je kan hem ook zo dragen. Dan vind ik hem ook heel schattig. Dan is hij wat ja, iets minder heftig. Omdat dan heb je geen blote schouders. Maar zo vind ik hem ook super tof. En zo zit hij. Top. Ik ga maar zitten. Doei. Wat ik ook heb gekregen, vind ik ook super leuk. Die hebben jullie misschien al gezien op mijn Instagram. Kijk even hoe schattig dit is. Het is toch super leuk. Het is een t-shirt, dit is maat S. Voor mij zit hij iets oversized, maar dat vind ik wel heel schattig. Er staat dus een regenboogje op. Er staat een grote patch met Drunk in Love op, een palmboom, een... milkshake beker, een bliksem, een cactus, een lolly en een ananas. Nou, het is super in ook nu deze tijd. Echt, je ziet het overal en ik vind het echt een heel leuk shirtje. Dus ik ga hem zeker heel erg vaak dragen. Je moet nog even op Lovies kijken hoe duur het allemaal is, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar als je er toch bent, kan je dan ook eventjes gelijk wat bestellen natuurlijk. Het volgende waar ik super blij mee ben, is deze retro horloge. Ik heb dit keer even een ander horloge om, maar die past er wat beter bij. Dat is deze. En deze is waterproof en dat is heel fijn. En ik heb het uitgetest. Ik was naar een schuimparty, een foamparty geweest laatst. En dan had ik deze om. En hij doet het nog perfect. Dus dat is echt heel fijn. Ik vind hem heel tof. En ik had er ooit eentje, maar die was kapot gegaan. Dus ik ben heel blij dat ik deze nu heb. En het stickertje moet er even af, want die is een beetje vies. Die had ik er nog niet op gehad. Er zit allemaal troep tussen. Top. Maar deze is echt helemaal waterproof. Maar het andere dingetje wat niet waterproof is... Nou ja, oké. Het is ook een beetje dom voor mezelf. Deze oorbellen. Ja, van die schattige rondjes. Had ik gekregen van Lovies. Maar ik ga er met mijn domme hoofd mee douchen. 2 weken lang of zo. En ik draag deze. Kijk, deze verkleuring. Want dit zijn nepparels. En ik had ook echte gouden oorbellen van mijn moeder. En toen had ik die echte en die andere gecombineerd. Dus ik dacht, oh, ik kan er lekker mee douchen. Want het zijn gewoon echte gouden oorbellen. Maar dat zijn het natuurlijk niet. Want voor die prijs krijg je geen echte gouden oorbellen. Maar... het zijn superleuke oorbellen, maar je moet hem natuurlijk, het is ook gewoon dom van mezelf, niet mee douchen. Het is helemaal geen fout van het product, want ik bedoel, het maakt niet uit waar je geen echt gouden of goldplated sieraden haalt. Ze verkleuren altijd door water, dus douche er niet mee. Het is gewoon dom van mezelf. Ook heb ik deze leuke pilotenbril gekregen. Bij mij staat die alleen niet zo erg leuk. Bij mij zit die scheef op mijn hoofd. Ik heb dat altijd met zonnebrillen of met normale brillen en zo. Maar ik vind hem zelf heel erg top. Ik heb hem ook bij Emma Heesters gezien. Ik zal even laten zien. Kijk hoe leuk dit staat. Dus het is een hele leuke bril. Alleen hij is een beetje groot voor mijn hoofd. Maar ik ga hem zeker wel dragen. Zal ik hem even opzetten? Kijk, hij zit een beetje scheef op mijn hoofd. Kijk, ik heb gewoon niet het hoofd ervoor. That's the problem. Maar ik vind hem wel erg leuk. Dus ik kijk nog wat ik ermee ga doen. Maar ik... heel goed verhaal dit. Enig. Ik kan hier niet goed praten de laatste tijd. Oké, wat ik ook heb gekregen vind ik heel leuk. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat zijn deze slippertjes. Ik zet het goed zo vast aan. Deze. En dit is een heel fijn stofje. Dit is maat 36 of 37. En ze lopen super lekker. Zijn precies goed voor mijn maat. Dus de maat die je bestelt is ook echt je maat. Wat echt super fijn is, want dat is heel vaak niet zo.
En ik ben er echt heel erg blij mee. En omdat het nu nog steeds heel erg lekker weer is, kan ik ze nog lekker blijven dragen. En ik hoop trouwens dat het op mijn verjaardag ook lekker weer is, want ik ben 17 september jarig. Dus dan hoop ik dat ik een van deze items natuurlijk kan dragen. Deze hebben jullie trouwens ook op mijn Insta gezien. Dat ik hem aan met een hoedje. Volgende item is deze sjaal. Nu zijn misschien denken jullie waarom heb je een sjaal aan ze gevraagd. Nou, ik heb geen leuke sjaals. En ik vind deze heel... Hij past hier niet bij. Maar ik had hem laatst om met een zwart t-shirtje. Heel classy met DJ horloge. Superleuk. Ik dacht, nou dan heb ik alvast een sjaal voor de winter toch? Ik weet niet, ik zag hem en ik dacht, ik kan deze niet laten gaan. Ik vond hem superleuk. En ik weet niet hoe duur die is, dus kijk maar even op de site. Ik kan nog niet goed maken. Het is nu 11:15 en ik moet zeg maar om 12:30 de pont hebben. En ik heb niet heel veel zin om naar school te gaan. Dus vandaar. Ik weet niet of ik nou alles heb opgenoemd. Maar dat is wel zo. Dus, vonden jullie deze items nou leuk? Kijk dan even op lovies.com, link in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. De kortingscode is back to school. Het is B-A-C-K en dan een 2. En dan gewoon school. Dus gewoon school, hoe je het schrijft. En dan in caps lock. Dus als je kan dat als kortingcode gebruiken. Je krijgt dan 10% korting op je aankoop. En ik zal het maar doen, want ik vind de items daar zo leuk. Het is echt... super schattig en zo ook hele stoere dingen en van die leuke biker jacks en al die gele op de site is ook echt amazing. Maar het gaat vanaf maat S en ik ben heel klein dus die kon ik jammer nog niet bestellen. Maar ze hebben echt hele leuke items. Dus als je wel maat S hebt, trouwens deze maat S en deze pas ik ook. Dus je moet soms eventjes een risk nemen. Maar neem gewoon even een kijkje. Vergeet niet je code in te voeren, want je krijgt gewoon 10% korting, wat super fijn is. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Vond je dit nou leuk? Abonneer dan, doe een duimpje omhoog en doei!